Wat een mooie plek ook om een seminar te organiseren. Het is voor mij de eerste keer dat ik een seminar bijwoon waarbij de extra gasten ook herrie maken. Ik vond het weer heel inspirerend. Vooral omdat je ziet dat in dat nieuwe digitale tijdperk toch ontzettend veel mogelijk is met nieuwe ontwikkelingen die naast print heel veel kansen bieden. Het werd vandaag vergeleken hier op dit seminar van Steenenvelde Misset ten aanzien van de cd, spreekwoordelijk het tijdschrift van nu. Dat is in de muziekwereld al niet echt meer een verdienmodel waar je van kan leven. En ik zie wel parallellen in de uitgeefwereld dat het onmogelijk is dat je nog kunt bestaan alleen maar met een tijdschrift of magazine. Wat me meest aansprak was het praatje van Steven van Bellegem. Ik deel zijn visie wel en hij heeft goede verhalen. Enorm inspirerend, zoals die man vertelt. En daar krijg je een enorme drive van. Echt geweldig. Zo, het eerste evenement waar ik kom, dat er in de pauze alcohol wordt geschonken. En het sympathieniveau bij mij steeg meteen toch wel stevig de lucht in. Wat me erg aansprak in de bijdrage van Steven, is dat hij zegt dat ambassadeurs buitengewoon belangrijk zijn voor je merk. Je kan zelf vertellen dat je erg goed bent. Het wordt vele malen sterker als jouw lezers, jouw consument, jouw gebruiker van jouw product zegt dat je buitengewoon goed bent. Echt heel nieuw was het meeste niet, maar wel gewoon bevestigend van oh ja, we denken in dezelfde richting, we zijn goed bezig. Dus dat is ook altijd wel fijn. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the editor-in-chief of Playboy magazine, Mr. Patrick Goldstein. Een groot pluspunt voor ons is natuurlijk de Playmates. Deze zijn in staat om de kracht van het merk te ontsluiten. Volgens mij een hele mooie nette bewoording over wat wij voor vrouwen vinden. Je ziet ook dat bijna al die sprekers roepen dat er kansen liggen door gewoon dingen te doen. Nou, mensen die hier nog zo meteen gaan beweren dat je met gratis geen geld kunt verdienen, die spreek ik graag naar de borrel. Ik geloof daar heilig in. Er is geen excuus om niets te meten. Ja, wij zien ons niet langer als een drukkerij. Wij zien ons als een platformprovider. En dat doen we dan in verschillende druktechnieken. En dat blijft ook voor ons dan wel de grootste business. Maar wij zijn ook heel actief bezig met platforms die een verlengstuk kunnen vormen van de platforms die altijd in print heel succesvol zijn geweest. Dus wij zien het als een soort ecosysteem van kanalen die je gezamenlijk in moet zetten. En wij zien ons dan als provider voor al die kanalen. En ik wil u ook bedanken dat u met zoveel hier komt. En daarmee laat zien dat u wilt leren en dat u ook wilt innoveren.